RTV presenteert Uit je kast, een nieuw fashionprogramma. Drie fashion addicts en een journaliste. Zij doorkruisen onze dorpen op zoek naar de verhalen achter de vintage items in jouw kledingkast. Deze week in Nieuwsronde, nachtwacht voor een week in Mariaoord, kinderexpertisecentrum, op bezoek bij Rondeveense toppers en uit ons rijke archief Alex Tempels. Als je niet naar de kunst kan, dan komt de kunst naar jou. Mariaoord maakt het mee met de nachtwacht op ware grootte. Wij krijgen deze week de nachtwacht op bezoek. Die komt een week lang in Brinkzicht, ons restaurant, staan. En daar kunnen we alle bewoners gaan kijken. Jullie leggen hier een frame neer van één exemplaar. Hoeveel exemplaren zijn in omloop van de tentoonstelling? Drie nachtwachten in omloop. We halen dus één week halen ze het, halen het op ergens en dan gaan we dus ergens anders weer opbouwen. De frame staat uit twee delen. Er zit een nachtwacht op en de achterkant. Er zit een lijst omheen en dan zetten we hem overeind. En dan staat de nachtwacht eigenlijk. Het gaat om Nachtwacht on Tour. Op wiens initiatief is dat? Het is het initiatief van het Rijksmuseum. En gesponsord door onder andere Philips, de Bank Giro Loterij. Dit wilden ze doen omdat vanwege corona mensen niet meer naar buiten kunnen. Dus niet meer zelf naar het Rijksmuseum kunnen. En dat mensen toch kunnen genieten van de nachtwacht. Weet u of dit idee is ontstaan naar aanleiding van coronatijd om iets te brengen? Of was dat sowieso al op de planken? Het was nooit op de planken. Het is door een persoon die ook in een verzorghuis heeft gewerkt en die met het Rijksmuseum samenwerkte. Zij heeft dus gezorgd dat dit idee naar het Rijksmuseum komt en de sponsor vond het goed. En die hebben het gesponsord met een mooie wagen en een lijst en het pincel. Er zijn ook activiteiten daaromheen. Ja, zeker. We hebben sowieso georganiseerd, omdat mensen met corona kunnen we geen afdelingen mengen. Dus we gaan per afdeling hebben we een dagdeel dat ze de nachtwacht kunnen bezoeken in Brinkzicht. Daar hebben we ook wat aanwijzingen van het Rijksmuseum. Hoe we naar de nachtwacht kunnen kijken, dan bijzondere dingen. Er is een prijsvraag bij. Vanuit het Rijksmuseum kregen we ook een puzzel. En wij hebben ook nog verder activiteiten ontwikkeld die we op de woningen kunnen doen. Want we willen er een hele themaweek van maken. Dat het niet alleen het bezoekje is die ochtend of middag, maar ook de hele week staat in het teken van de nachtwacht. Gaan de mensen ook zelf schilderen en zo? Jazeker, ja, ja. We gaan de nachtwacht in een ander licht zetten en daar hebben we de nachtwacht voor geprint. Die knippen we uit. Dan gaan de mensen zelf een omgeving schilderen en daar zetten we de nachtwacht weer in. Van een tentoonstelling komt een tentoonstelling. Ja, ja, zeker. Op deze manier kun je de mensen ook zelfs binnen Mariaoord even uit hun kamer krijgen, ja, om naar bijvoorbeeld de grote hal te gaan. Ja, en dat gebeurt natuurlijk niet zo heel veel, want het restaurant zit officieel dicht. Dus ook bewoners mogen niet naar het restaurant, wat ze anders vrijelijk konden met het bezoek. Nu kan het wel, omdat we nu afspraken maken op welk tijdstip we gaan, kunnen mensen toch eens even eruit zijn. Een nieuw kinderexpertisecentrum gaat ervoor zorgen dat zorgverleners als fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten elkaar beter weten te vinden en daardoor kinderen ook beter kunnen helpen. Marnie en ik merkten eigenlijk alle twee wel op het werkveld is het best wel moeilijk om met verschillende zorgverleners goed in contact te komen. Je weet vaak niet bij wie je moet zijn en als je bijvoorbeeld een logopedist of een psycholoog nodig hebt, die moet je daarvoor hebben en wie zijn er allemaal in de Rondevenen. Toen hebben we besloten om een kinderexpertisecentrum op te zetten, waarbij we dus verschillende zorgverleners eigenlijk
een groot netwerk maken en samen koppelen. Niet onder één dak, maar wel dat je elkaar goed makkelijk kan vinden. Korte lijntjes hebt en daardoor wat nauw contact met elkaar hebt. Vaak zien we toch wel dat kinderen meer dan één hulpvraag hebben. Het is vaak een wat complexer kind. Het zijn maar weinig kinderen die alleen voor schrijfproblemen komen. Vaak is het toch een groter gedeelte in een hele motoriek. Dat ook bijvoorbeeld het vangen en gooien niet goed gaat. Dat kinderen ook achterlopen tijdens de gymlessen. En vaak speelt er dan ook wel thuis ouders die gescheiden zijn. Of een kind die wordt gepest. En ja, weet je, dan wil je toch wel zorgen dat een kind zo goed mogelijk geholpen kan worden. En niet alleen maar het stukje motoriek wat wij doen. Ja, dus jullie zijn uiteindelijk gekomen dus met dit idee. Hoe zijn jullie hiermee aan de slag gegaan? Ja, en zeker met corona is het natuurlijk best wel moeilijk om lekker met elkaar te gaan zitten en te gaan overleggen. Dus ik ben heel veel contacten gaan uitbreiden. Ik ben mails gaan schrijven, gebeld met veel zorgverleners en uiteindelijk hebben we meetings. Eigenlijk was iedereen wel heel erg positief. Het is wel leuk om te horen en ook dat ze zelf zeiden van joh, eigenlijk hebben wij hier ook wel behoefte aan en eigenlijk lopen wij hier ook al tegenaan. We hebben nu wat meer contact met bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. We zijn op zoek naar logopedisten nog steeds. Maar ook bijvoorbeeld met de diëtisten van Diëtheek. Ja, en hoeverre merkten jullie eigenlijk dat hier ook vraag naar was? We merkten juist op de basisscholen, maar ook vanuit de kinderdiëtisten. Dat ze zeiden dat ze toch wel veel meer kinderen zien met overgewicht sinds dat corona er is. Misschien ook omdat ouders zich wat meer zorgen erom maken, dat het kind dus minder beweegt. Maar we zien ook wel duidelijk dat wat kinderen wat zwaarder kunnen worden. En dat ze ook meer behoefte hebben om te bewegen. Omdat sport een tijdje stil heeft gelegen en ook niet meer zo gaat zoals het eerst ging eigenlijk. We zijn ook bezig met wat challenges voor kinderen die wat minder bewegen. Omdat ze natuurlijk geen buitenspeelpauze meer hebben en toch de vriendjes en vriendinnetjes minder zien buiten. Zien we dat kinderen veel minder gaan bewegen dan dat ze deden. Daarom zijn we eigenlijk met Leonie, met de oefentherapeut, zijn we filmpjes gaan opnemen die kinderen leuk thuis na kunnen doen. Wie denk je dat er het meeste baat heeft bij zo'n kinderexpertisecentrum? Ik hoop toch het kind zelf, maar ook voor de zorgverleners. Is het gewoon heel prettig dat je weet bij wie je moet zijn. En ook als je vragen hebt, dat je elkaar heel snel en even aan kan schieten. Van joh, ik heb een kind en die is in dit probleem. Zou die bij jou bij het juiste adres zijn? Of wat zou jij adviseren? Dus we hopen ook dat zorgverleners onderling elkaar makkelijker kunnen vinden. En het daardoor ook een stukje makkelijker maken om met elkaar te werken. We zijn vandaag op weg naar de toppers van de Ronde Venen. Er zijn een aantal kinderen die hebben echt hele leuke dingen gedaan de afgelopen jaar. Voor andere mensen of voor dieren. Ze hebben echt omgekeken naar elkaar. En dat vinden we gewoon heel mooi. En daarvoor reiken wij de toppers van de Ronde Venen uit. En dat doen we dit jaar in plaats van het feest dat we vorig jaar hebben gegeven. Dat is natuurlijk het leukste, als je gewoon bij elkaar kunt zijn. Maar dat is dit jaar gewoon niet zo. Dus dit jaar doen we het anders en gaan we naar de kinderen toe. Hallo. Goedemiddag. Ja. Ik ben Alberta Schuurs en ik kom namens de burgemeester omdat jij een topper bent. Dat had ik niet verwacht. Nee. Want jij hebt het afgelopen jaar heb jij samen met anderen heel veel gedaan om geld op te halen voor de dierenambulance en dierenlot. Ja. Dus deze hang ik even bij je op. Zo, alsjeblieft. Zo, man! Dat was echt superleuk. Ja, dat is echt leuk, hè? Ja. Zo. Wow. En dan gaan we een topper maken. Oh, die is mooi. Je bent echt een topper. Maar die is echt mooi. Die is echt mooi. Ze hebben 500 euro opgehaald, hè? Dat is zoveel. Ja. Dat is zoveel. Ze zijn eigenlijk heel vaak door regen en wind en storm. Huppakee, en toch met z'n liedjes. Ga je weer iets doen voor een goed doel? Ja, misschien. Ik denk het wel. En wat vind je dan nog meer goede doelen? Ja, ik denk weer voor de dieren vind ik vooral belangrijk en voor het milieu. Dat vind ik allemaal leuk. Oké, dat zijn wel leuke dingen om te doen, hè? Ja. Leuk. In de aanloop naar Kunstroute de Ronde Venen 2018 brachten we onder andere een bezoekje aan Abcoudenaar Alex Stempels. Na zijn carrière in de reclame pakte hij zijn kwasten op. En dat cadeau van mevrouw, dat was toen ik 60 werd. En die zei, ja, je hebt de academie gehad, dus je kan schilderen. En
dat gaan we wat vaker doen, omdat je nu ook thuis bent. En dus dat die kreeg ik les en dat ben ik blijven doen. En ik heb eerst les gekregen en later kon ik les geven. Op een gegeven moment komt er een omslag dat je meer portretten gaat schilderen. Ja, dat klopt. Hoe is dat gekomen? Nou ja, dat kwam ook omdat je met mensen omgaat in bepaalde winkels, omdat ik daar werkte. En die mensen die kleden ik aan. En dan kwam je automatisch in contact met de mensen. En interessant, dat waren vaak interessante mensen, artiesten. Welke is de eerste? Gerard Reven? Gerard van Reven was de eerste. Toen, en die heb ik dus geschilderd, een hele Noorse kop. Dat moest ook, want dat straalde hij altijd uit. Rijk de Gooier was, die kwam vaak met Jan Lemfrink op de Nieuwmarkt. Met hem eventjes een slokje drinken. En toen zei Jan Lemfrink, kan je Rijk een keer schilderen zoals hij vroeger was? In plaats van zoals hij er nu bij loopt. Nou, fijn. Dat heb ik toen gedaan. En dat is deze geworden. Schilderen is toch even anders als dat je met een eerste instantie met een potloodje of met een viltstift ding op papier zet. En ik ben een krabbelaar gewoon. Is toch anders dan dat je met kwasten tekeer gaat. Het is ook anders of je met acryl werkt of met olieverf. Dat is een heel groot verschil. Wat heb je voorkeur? Mijn voorkeur zit bij acryl. Omdat? Ja, omdat het sneller werkt. Olieverf moet langer drogen. Maar de tinten in olieverf zijn soms wel eens bijzonderder. Dit is wel een heel speciaal hoekje, hè? Dit is helaas een dood hoekje is dit. En dat komt eigenlijk in 2016 zijn er drie belangrijke mensen, misschien nog wel meer, maar in ieder geval deze drie, hebben heel belangrijke mensen overleden. Dit maak je voor wie? Eerste instantie voor mezelf, maar in tweede instantie heb ik Johan Cruijff aangeboden aan het bestuur van Ajax. Die wilden het heel graag hebben. Maar we begrepen elkaar verkeerd. Ze wilden het echt graag hebben. En ze wilden er absoluut niet voor betalen. En dat vind ik een beetje jammer. Wat een mooie serie handen heb je gemaakt, Alex. Ja, dat is... Het is heel divers. Kijk, handen... die zeggen wat over het leven, weet je? En je hebt mensen die... Dit zijn bijna helemaal van leren handen geworden. Dat is... Dat, en een ander, die zie je gewoon... daar is gewoon zo verschrikkelijk gewerkt. Dat met knokkels en alles en prachtige tinten van de stof waarmee ze... En die handen vouwen ze samen. Maar deze bijvoorbeeld, die hebben helemaal niets gedaan. Of niet zoveel. Dat is een soort vruile, weet je? Dit is het... Dit is eigenlijk... we hebben het eerst bedacht. Om te kijken of het zou kunnen. En we hebben het ook een beetje uitgeprobeerd. Het kan. Alleen je moet er wel een aantal drums onder gooien. Want anders dan ga je echt... wordt het een duikboot. Maar ik kan niet anders zeggen dan dit is een soort jongensdroom. Hou het tamelijk op. Een tafel, ondersteboven en daar buiten boordmotor aan en gaan. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl.